De nieuwe yogaschool is een hele fijne plek. Het is natuurlijk punt 1 al een prachtig gebouw. Een oude school met hoge ramen en mooi licht. Dus je komt hier binnen en dan stap je meteen in een oase van rust. Je hebt de huiskamer waar je binnenkomt. Je kan lekker iets drinken, iets eten. En er is altijd een beetje beweging in de huiskamer. Er zijn mensen die net uit een les komen. Er zijn mensen die naar een les toe gaan. Er zijn mensen die even blijven hangen om met elkaar te praten. Het is echt een hele fijne plek in de stad. Ik had heel lang een droom om een plek te creëren waar ik zelf best wel lang naar gezocht heb toen ik in Amsterdam kwam wonen. Een ontmoetingsplek, je zou kunnen zeggen een community, waar yoga en meditatie wordt onderwezen. Maar waar je ook bijzondere mensen kunt ontmoeten. Wat deze yogaschool uniek maakt, is dat het hier over meer gaat dan yoga en meditatie alleen. Je kunt hier ook terecht om gewoon iets te eten, iets te drinken, voor lezingen, voor workshops, voor trainingen. Het is veel meer een centrum dan alleen een plek waar je reguliere lessen kunt volgen. We verzorgen 2 volwaardige teacher trainingen. Een young teacher training, we noemen dat vinyasa. Ja, daar speelt natuurlijk de techniek, de alignment, speelt een hele grote rol. En er is een yin teacher training. En beide opleidingen die zijn volwaardig, hè, zijn compleet in zichzelf. Duren 200 uur en dat getal is wel belangrijk, omdat je je daarna kunt inschrijven bij de Amerikaanse Yoga Alliance. En als je binnen deze opleiding je theorie en je praktijkexamen haalt, dan is er ook voor jou de mogelijkheid om je daarin te schrijven als een erkend yogaleraar. Een heel belangrijk onderdeel binnen beide teacher trainingen is het vak asana techniek. Dus het is ongelooflijk belangrijk dat je als yoga beoefenaar, maar zeker ook als leraar in wording, dat je de functie van de houding begrijpt en dat je hem leert toepassen. Niet alleen op jezelf, maar natuurlijk ook op die van anderen, hè, als je leraar wilt worden. En dat je de voordelen van die houdingen ten volle kunt benutten. Wat uniek is aan deze teacher training is dat ik het niet alleen doe, maar dat ik samenwerk met professionals, met experts, ieders uit hun eigen vakgebied, die iets specifieks komen brengen en komen toevoegen aan deze teacher training. Holding the knee and bend the standing leg. Now let's try to grab the knee with the elbow and just to feel nice mudra with the left hand. Only if it's possible for you. Bovenal is het natuurlijk een teacher training waarbij je ook yoga docent wordt. Dus het gaat over vakmanschap. Hoe geef je les? Hoe geef je vorm aan het ambacht van de yogaleraar? Mijn achtergrond is dat ik arts ben. En het heel belangrijk vind om mensen kennis mee te geven over hoe een lichaam werkt. Je borstbeen, je hart. En ik denk dat dat eigenlijk de basis is om goede yogales te geven. Dus vanuit die achtergrond en die rugzak geef ik workshops anatomie en fysiologie. Van tevoren is er vaak weerstand. Mensen zien er een beetje tegenop. Maar wat ik probeer is om het echt behapbaar te maken. Dus hou het simpel. Doe een stapje achteruit. Ga rustig kijken. Heel veel dingen weet je al. En dan gaandeweg de workshop raken mensen eigenlijk steeds meer enthousiast. Omdat ze merken dat het dus heel zinvol is en heel bruikbaar in je les. En als jij begrijpt hoe een lichaam is opgebouwd, als je begrijpt hoe het werkt, hoe het beweegt, dan kun je mensen door middel van kleine aanpassingen een heel stuk verder helpen. En
Wanneer je mensen op een veilige manier in een les kunt meenemen, daarna ontstaat er ruimte voor alle andere facetten van yoga. Er zijn ook een aantal andere vakken die ontzettend belangrijk zijn in beide opleidingen. Cobra pose. Roll the shoulders up and back. And exhale back down. Roll the shoulders. Dat is het onderwerp meditatie en mindfulness. Dat is de filosofie, geschiedenis van yoga. Dat is het energetische lichaam, hè, dus hoe het meridiaanstelsel werkt. En dat is hoe de adem werkt. Dat noemen wij dan op de yogamat, noemen wij dat pranayama. Wat de trainingen zo uniek maakt, is dat de samenwerking met de docenten onderling ontzettend hecht is. We hebben allemaal natuurlijk hetzelfde doel. We hebben allemaal een andere achtergrond, een andere expertise. Maar de manier waarop we dat met elkaar samen doen, is een hele fijne manier van samenwerken. Ik leer mensen in de Johan Noorloos Teacher Training om de vier belangrijke stappen van meditatie te ervaren. Dat is dat je goed in je lichaam zit, dat je uit je gedachten stapt, zoals een toeschouwer naar je gedachten leert kijken, dat je beschikbaar bent voor emoties, dus niet meer vecht met je emoties, maar ze leert omarmen en daardoor leert op te lossen. En de vierde stap is dat je leert luisteren naar je intuïtie, naar spiritualiteit, naar God, hoe je dat ook noemen wil. Gentle engagement of Mula Bandha, Uddiyana Bandha. Just breathe. De yogis die leren eigenlijk dat meditatie het eindpunt is van yoga. Dus het begint met die fysieke vormen en dan uiteindelijk is het de stilte. En dat vind ik zo mooi aan deze opleiding, is dat Johan met name dus dat stuk doet van de beweging. En hij noemt dat meditatie in beweging. En dat ik dan dat laatste stukje, dus puur de meditatie, mag verzorgen. En die twee vullen elkaar echt fantastisch aan. Ik heb er ook een specialiteit van gemaakt om in principe best ingewikkelde, mystieke, spirituele concepten terug te vertalen naar iets heel bazaals, huistuin- en keukentaal. Ik breng het op een authentieke manier, denk ik. Heel erg vanuit mezelf en begrijpelijk voor deze tijd. Ik merk, dit is veel meer dan alleen maar een beroep voor mij. Het is echt mijn passie. Het is iets waar ik ook gewoon vanaf het moment dat ik mijn ogen 's morgens open doe, totdat ik ze 's avonds weer dicht doe mee bezig ben. Bending the standing leg, be secure on the floor, elbow hugging the knee, and then stretch. Wat je binnen de Vinyasa Teacher Training kunt verwachten, is dat we het concept Vinyasa heel duidelijk centraal stellen. Dus we zullen gaan werken aan techniek, aan alignment van houdingen, dat is belangrijk, maar natuurlijk ook het element flow is ontzettend belangrijk, hè? Het synchroniseren van adem en beweging. Adem in, duw de vloer weg, open je borst. Adem. Linkerbeen omhoog. Tussen je handen, rechter hier naar binnen. Ik zal werken volgens de Ashtanga Vinyasa traditie. Dat is een hele traditionele vorm waarbij de volgorde van houding eigenlijk is vastgelegd. Dat heeft heel veel voordelen. Maar we zullen ook andere ingangen gaan zoeken hoe je dat concept Vinyasa kunt benaderen. In de yin-yoga teacher training is het belangrijk dat studenten leren begrijpen wat yin-yoga betekent. Hè? Dus dat je het lichaam wilt ontspannen, dat er zachtheid bij komt kijken. Daar speelt de anatomie een grote rol, maar zeker ook het energetisch lichaam. Dus de meridianen. Dus het meridiaanstelsel, maar ook chakrafilosofie zal een grote rol spelen binnen de yin teacher training. En daarnaast het concept mindfulness. Wat ik verwacht als je meedoet aan een van onze opleidingen, dat je commitment toont. Dat betekent dat je zo niet alleen de contacturen hier nakomt, dat je er gewoon bent, maar dat je ook buiten de uren dat je op deze school bent, gewoon aan het werk bent. Dat je boeken leest, dat je studeert, dat je oefent in lesgeven, dat je aan je eigen practice werkt.
Wat in beide opleidingen ontzettend belangrijk is, is dat je jezelf ook op persoonlijk gebied uitdaagt. Je kunt niet een goede yogaleraar zijn als er geen aandacht is voor persoonlijke groei. De yogaleraar is in eerste instantie een mens. Het is een ambacht wat je uitoefent, het is vakmanschap, absoluut. Maar het is veel meer dan dat. Johan zegt heel vaak dat de les pas begint op het moment dat je van de mat afstapt. En dat deel ik volledig met hem. Dat geldt voor mij ook, voor mijn lessen. Meditatie is niet iets wat je doet terwijl je op je kussentje zit, maar vooral iets wat je bent in het dagelijks leven. En dat geldt voor yoga ook. Dus die twee, een praktische vorm geven in je dagelijks leven, dat is waar deze opleiding over gaat. En wat we hier binnen dit instituut aanbieden is behalve deze 200 uursopleidingen, dat zijn verdiepingsstudies. En die verdiepingsstudies die zijn ontzettend divers. En wat we daarin aanbieden zijn vervolgopleidingen, vergeleken met dat wat je binnen de 200 uursopleiding aangeboden krijgt. De Yoga Alliance, die werken met een maximum van 500 uur. En dat betekent dat je zogezegd kunt stapelen. Dus wanneer je een 200 uur Vinyasa teacher training volgt, of een Yin, of allebei, dan zit je op 400 uur. En dan kun je dus één of meerdere verdiepingsstudies daaraan koppelen om zo uiteindelijk bij die 500 uur uit te komen. Laat je handen aan weerszijden van je voet. Hou je voeten waar ze zijn, steek je rechterhand omhoog en in. Als ik een yogales geef, dan ben je zo anderhalf uur maximaal met mensen bezig. En in zo'n traject voor een teacher training ben je maandenlang met mensen bezig. Dus je kunt aan de zijlijn staan. Ik mag aan de zijlijn staan van zo'n persoonlijk proces. Waar mensen niet alleen een ambacht leren, want dat is daadwerkelijk wel aan de hand. Maar waarbij mensen ook allerlei inzichten opdoen. Het is af en toe confronterend. Mensen komen weerstand tegen. Maar mensen groeien ook enorm. En dat is... ja, dat is geweldig als je dat zo van heel dichtbij mag meemaken en daar ook een aandeel in mag hebben.